Yo, what's up kijkers van Denaden, welkom terug bij weer een nieuwe video van mij. Vandaag spelen we weer Far Cry 2, dit is part 10. En welkom terug iedereen bij weer een nieuwe Far Cry part. Het heeft inmiddels 6 dagen op zich laten wachten. En dat komt eigenlijk gewoon omdat ik vakantie heb jongens. Het is bloed en bloedheet weer. Als je nu non-stop achter je computer zit, dan heb je echt een probleem denk ik. Dan heb je gewoon een probleem met jezelf. Als je gewoon nu de buitenlucht niet opzoekt, dan ben je echt een mafketel. Dus ik denk dat jullie deze video ook checken in de avond na gewoon een lekkere warme dag te hebben gehad en lekker te hebben genoten. Ik ook, ik ben veel naar het strand geweest. Ik ben nu inmiddels alweer 2 keer of 3 keer naar Zandvoort geweest. En op dit moment heb ik samen met Julia, dat is dan mijn vriendin, dat weten de meesten van jullie wel, hebben een bad gekocht. Een best wel groot bad van een 2 bij 3 meter geloof ik, opblaasbad. Dus het is echt een gigantisch bad. En daar zitten we echt keihard in te chillen, om het maar eventjes zo te zeggen. Nee, het is echt heerlijk. Gewoon gevuld met koel water en dan kun je dan telkens een plons innemen als je het bloed heet hebt. Dus ik ben eigenlijk gewoon van mijn vakantie aan het genieten en niet al te veel bezig met gamen. En het is ook logisch, dat zouden meerdere van jullie moeten doen. Op het moment dat het weer gaat regenen, kan je nog genoeg gamen. En mijn YouTube kanaal blijft ook gewoon bestaan. Maar vakantie is vakantie, jongens. Dus stel ik was 3 weken naar Turkije gegaan, dan had ik ook geen uploads voor jullie kunnen maken. Dus houd het gewoon eventjes in je achterhoofd. Jullie zien dat het hier niet al te soepel gaat hoe ik door dit riviertje heen vaar, omdat we eigenlijk tegen een rots aan het varen waren. Maar ik ben eigenlijk gewoon weer op weg naar de hoofdstad van dit land. De hoofdstad die heeft altijd missies voor me. Daarin zitten UFLL en de APR, 2 facties tegenover elkaar. En jij werkt als neutraal persoon voor allebei de facties. Dus we gaan eigenlijk gewoon een missie weer oppakken, als we het zo kunnen zeggen. En ik zag hier een diamant in de buurt en hier is hij ook meteen. Diamant 25 van de 221. Het zijn er pittig veel. En ja, als jullie gewoon goed rondkijken door de wereld en ook op het minimapje zie je af en toe van die safe houses ontstaan die we nog allemaal kunnen overnemen. En ja, er zijn gewoon heel veel plekken waar we nog heen kunnen. Maar wat we nu dus gewoon gaan doen, de hoofdmissie op dit moment, is eventjes om naar de hoofdstad toe te gaan. Om daar gewoon weer nieuwe missies te krijgen. Van een factie, maar niet uit welke. Als het maar gewoon een opdracht is. Wat ik wel wil doen graag is, er zijn natuurlijk 2 facties zoals ik net zei, UFLL en de APR. Is om de hele tijd te werken voor bijvoorbeeld de APR. En op het moment dat dat dan niet meer kan, dat we dan terug gaan naar de UFLL. En als die dan weer niet genoeg missies heeft, dan gaan we weer naar de APR. En zo houden we ons zeg maar steeds de hele tijd bij 1 factie en dan weer de ander en dan weer de 1 en dan weer de ander en niet door elkaar heen. Dus niet de ene keer iets voor de APR, de andere keer iets voor de URL. Nee, gewoon eerst alles doen voor 1 groep en dan alles doen voor de andere groep. En dan weer teruggaan naar die andere groep. Want zo krijg je de beste spelkwaliteit, de beste missies, de leukste missies. En krijg je ook gewoon coole trofeeën die ik nog niet heb gehaald in mijn vorige playthrough. Dus, hier is Mike's bar. Of in ieder geval 1 van Mike's bars. Want ik dacht dat er altijd 1 bar in de game zat die gewoon Mike's bar heette. Maar Mike, die heeft heel veel bars door heel Far Cry 2. Dus dat is een beetje apart. En hier zie ik een diamant in de buurt. En ik hoor hem ook op dit moment. Oh, planken gaan niet kapot van een shotgun? Nice. Oh, het gaat wel kapot. Alleen ik moet heel veel schieten. Bam! Diamant 26 van de 221. Jullie moeten jullie nu ook even bedenken trouwens dat ik deze video gewoon, terwijl het 30 graden is en mijn vriendin gewoon zit te chillen in een zwembad samen met mijn moeder, want we zijn natuurlijk bij mijn moeder. Dus die zit er lekker af te koelen in een zwembad en ik neem nu video's voor jullie op, hè? Dus bedenk dat ook eventjes. Het is fucking warm. Guys, the fuel depot just got big propane shipment. Oh, sorry hoor, ik wist dat je kwaad bent. Big car attack next to border. I need somebody to destroy this tank at depot before attack can begin. You want job? Good, because there are lots of children on the other side of the border. These guys don't care, I know, but I do. Okay, dankjewel voor de grote uitleg, man. What brings you out here? Hallo. Oh shit, kijk hoe mannelijk ze loopt, man. Jezus, ze is echt een spierbundel. Oké, blijkbaar wil ze geen gesprek met mij voeren, maar loopt ze gewoon als een bodybuilder verder. Zo van, yo, ik heb spierballen, man. Ik ben cool. Oeh, het is zo warm in deze kamer. Het is echt niet normaal. Dat heb ik allemaal voor jullie over, lieve kijkertjes.
Nee, maar daarom heb ik ook gewoon minder upload. Het is bloedheet weer. Wanneer het weer wat minder weer wordt, dan zal ik ook meer gaan uploaden en meer video's voor jullie gaan maken. Maar dit kan ik niet uithouden. Ik zit hier echt in een kamer op te nemen die zo benauwd en bloedheet is dat je denkt van, dude, waarom ben je dit aan het doen? En nadat ik deze video heb, want ik ben hem nu dus aan het maken voor jullie, nadat ik deze video heb gemaakt, gemonteerd en dan gaat die uploaden, nou dan spring ik echt meteen in mijn bad, jongen. Ik zet dan die upload zet ik aan, ik verander de titel, de tags, de beschrijving en ik maak een thumbnail en dan moet het nog uren uploaden. Nou, dan duik ik gewoon in het zwembad en kijk ik vervolgens de aankomende 5 uur niet meer naar YouTube. Want het is gewoon echt genieten geblazen met dit weer. Het is heerlijk weer. Dus naast dat ik gewoon langzamer upload thuis, want hij moet gewoon uren uploaden. Ik zag ook al mensen op Twitter van, ja, Denaden heeft ook een leven. Ik snap wel dat hij minder uploadt. Maar het is niet alleen dat. Het is ook gewoon bloedheet weer. Geniet ervan, jongens. Jullie hebben vast wel vrienden waarmee jullie naar buiten kunnen. Je gaat toch niet de hele dag achter je computer zitten? Dus hou dat in je achterhoofd. Gewoon minder upload, want het is punt 1 vakantie, punt 2 ik heb ook een leven en punt 3 we leven in een fucking hittegolf op dit moment in Nederland. Hittegolf, Nederland kan niet. Dus daar moet je van genieten. Oké, laten we naar deze boyo gaan. Hallo meneer de priester, ik heb weer medicijnen nodig. Hallo? I know why you're here. Go 1 mile northeast of Pala around the base of Mount Tabamolesta. There you will find a man I know. The place is on your map. A man with a good soul will not be denied, but a good faith gesture feeds that soul. Deliver these transit letters and you'll be assured your medicine. Okay. Dankjewel. Oh shit, de plek waar ik heen moet om mijn medicijn op te halen daar, ja, is zeg maar, okay, reach the underground cell northeast of Pala. Daar kunnen we onze medicijnen ophalen, maar dat gebied ligt onder vuur of zo. Daar zijn ze pittig hard aan het vechten, dus. That's far enough. YOLO. No weapons. Come on, arms up. Oh, sorry hoor. Je mag ook wel iets vriendelijker praten, meneer. Ik weet trouwens niet of dit werkt, hè. Ik heb nu een missie openstaan van die Rus in die kroeg. Of dat café, Mike's Bar. Vervolgens heb ik een underground missie voor mijn medicijnen. En nou ga ik gewoon bij de UFLL naar binnen. Ik weet niet of dat kan, dus dat zien we vast wel. Hallo. Je teaching the APR a good lesson. Now what? Ugh, perfect, why not? You want a job? We need a no-name scumbag like you. You know this Fubar country used to have a king. I'm serious, man. The hombre got a boatload of money from Europe back in the day, and then he took off. But he's back and he brought his gold with him. A lot of gold. And that gold comes from our mines. It belongs to us. Sure, man, you tell him. The gold is sitting out in an oasis in the northeastern desert. Millions of dollars sitting under a tarp. Do not let us hold you up, sir. Got it? Hit the oasis, kill the guards, use your mobile to send us the location. It's gonna be good. Yo, thanks for the diamond. Nobody knows about this, Cockney. UFLL guys see you, they'll shoot you on sight. You're on your own, baby. You're on your own, baby. We zijn dus zo'n no-name scumbag, zoals hij ons noemde. We werken eigenlijk voor niemand. We zijn ongelooflijk neutraal. Dus op het moment... We doen deze missie voor de UFLL, maar op het moment dat de UFLL mij ziet, schieten ze ook gewoon op me, want ze weten niet dat ik bij hun hoor. Want ik ben een soort van underground dude die gewoon missies uitvoert voor beide facties. Dus, ja, het is pittig moeilijk eigenlijk. Maar dit is dus de manier hoe hun het willen. Hè. We moeten dus nu een oase vinden voor hun. Dan moeten we de locatie van het goud moeten we via de telefoon naar hun toesturen en dan hebben we de missie gehaald. Maar waarschijnlijk, als ik straks naar buiten loop, word ik weer gebeld door een vriend en kunnen we de missie op een andere manier uitvoeren. Dus daar ga ik eventjes op wachten, want dat gaan we doen. Kijk, reach the underground cell northeast of Pala, go to the oasis and tag some of the gold ofzo. Kijk, zie je? Ik word er meteen alweer gebeld. Oké, we gaan dus nu de missie uitvoeren op Joseph's manier. Dus niet de manier hoe ze het net zeiden, nee, gewoon op die manier van Joseph. We gaan dus eigenlijk, je doet het voor de UFLL, maar we gaan ze eigenlijk helemaal niet helpen. We gaan het nu gewoon op onze eigen manier doen. De manier van Joseph en mij. Wat we als eerst gaan doen, we moeten dit dorp uit. Wow, oké, dat mag niet. We moeten dit dorp uit.
You're going the wrong way, asshole. Oh, sorry hoor, meneer. Got the wrong way, assholes. Ik kan ook gewoon niet normaal tegen je praten. We moeten het dorp uit de boot pakken en dan vervolgens gewoon de rivier meevaren tot aan Joseph. Die ergens in een safe house zit te chillen. En dan kunnen we het op die manier uitvoeren. Dat is best wel nice. Dus ja, zoals jullie weten, we gaan er gewoon nu heen varen. We zijn aan het varen en ik ga hier niet al te veel zeggen, tenzij er natuurlijk wat gebeurt. Dus ja, enjoy the gameplay jongens en ja, geniet van de prachtige natuur van deze game. Hey, dit is dat kamp waar we de vorige keer zoveel problemen hadden. Dit is echt een groot kamp, dus hier worden we meteen beschoten. Maar gelukkig kan ik hier straks naar links en daar is de safe house van Joseph, als het goed is. We kunnen deze safe house ook gewoon overnemen. We hebben sowieso een safe gemaakt. Misschien wel handig. Dus deze dudes gaan we eventjes afknallen. Bam! Fuck, dat was mis. We worden ook gewoon beschoten door een boot, dus dat is best wel kut. Hey, we gaan hier, met ons. Bam, die boot is kapot. Echt fuck off, jongen, met je machine gun. Bam! Recht in je hoofd. Nice, we hebben de safe house unlocked en het zag er een beetje polio uit, want we wilden eigenlijk gewoon het machete in zijn buik steken. Maar goed, op deze manier kan het ook. Iedereen is dood als het goed is. Dus kijk hoe erg deze gun afwijkt, jongen. Niet normaal. Niks bijzonders hier. Nou, we maken dus eventjes echt een mini-safe. En dan kunnen we straks weer verder gaan. Maar dan is het sowieso zeker dat we hier achter blijven wanneer... Want als we hier weer terugkomen. Oh fuck, klik ik op het verkeerde knopje. Nou is het helemaal niet zeker. Nou ja, boeien. Ik klikte op continue without saving. Dus dan had die hele save ook gewoon geen zin. Was een beetje dom, maar goed. Oké, laten we de boot pakken. En gewoon zo snel mogelijk naar de volgende safe house gaan bij Joseph. En daar moeten we dan wel echt safe. What the fuck? Daar staat hier gewoon een enemy. Fuck, waar komt die enemy nou opeens vandaan? Zo, hij is dood. En was dat de enige? Want volgens mij zag ik er twee net. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Volgens mij was dat de enige. Oké, we pakken dus eventjes wat ammo op en dan gaan we verder. Jezus, echt het jongen. Het zweet breekt me uit. Het is zo ongelooflijk warm in mijn kamer. Het is net een sauna. Dit is echt niet te doen. Dus jongens, de volgende parts laten gewoon echt op zich wachten. We moeten gewoon genieten van het weer. Geniet van het weer en check YouTube gewoon. Als je mijn kanaal checkt... Kijk mijn hele afspeellijst en kijk gewoon video's terug die je nog niet hebt gezien. En check ook gewoon andere series. Ik heb genoeg video's online staan. Kijk, zijn het nou 10 video's of zo, dan snap ik dat jullie meer willen. Maar ik heb bijna... Ik ga naar de 400 video's toe, dus... Jullie hebben zat, jongens. Echt zat.
Oh, hij kan er gewoon tegen. Nice. Ik kan tegen shotgun. Nee, die gaan we gewoon eventjes lekker niet pakken. We hebben al een sniper, dus dan hoeven we niet zo'n verroeste gun van hem op te pakken. Oké, dit is het pad dat ik moet volgen om bij mijn locatie te komen, volgens het mapje. Maar ik weet niet waar de safe house nou precies is. Al verderop, zie je? Kijk maar op mijn minimapje. Dit is echt een best wel vette locatie. Deze game, deze stijl is zo vet gewoon. Nou kijk, daar komen we aan hoor. Bij de safe house. En ik weet niet of jullie dat heel hard hoorden, maar er reed een vrachtwagen voorbij. Want mijn raam staat natuurlijk open. En nog niet eens mijn grootste raam hoor. Ik heb een klein raampje openstaan, maar alsnog hoorde je de vrachtwagen heel hard. Dus mocht je denken van, what the fuck hoorde ik? Dat was een vrachtwagen die voorbij reed. What's up, Joseph? You know, it looks like poor African country now, but this place used to have lots of money. Maybe we get some of it today. How would you like to kill a king? This is not an offer a man gets every day. King is at Legion Fort, very old man. Will not be hard job to do. When you kill him, take his ring. Bring it to Lakeside. I will be there waiting with his son. You give ring to him. With ring, princess control a family fortune. We see what he does with it. Then we take care of gold, I think. This is our reward for doing a good deed. Okay. King is at Legion Fort. Get his ring. Ga ik doen. Rustig aan, meneer. Oh shit, wat hebben we hier liggen? Een dikke, dikke sniper rifle. Nice. Dus in plaats van die Springfield hebben we nu een soort van Barrett-achtige gun. 50 caliber waarschijnlijk. En nou moeten we wel echt eventjes die save maken. Of zal ik het... Ja, ik durf het gewoon niet aan om zonder te save hier weg te gaan. We hebben gewoon echt een kleine save nodig. Oh, we zitten inmiddels op 20% game competition, dus er is weer ongeveer 4% bijgekomen. En waarschijnlijk is er nog wel wat meer bijgekomen, daarom zeg ik ongeveer, maar op dit moment staat er 20%. Maar omdat we nu al midden in de missie zitten, zitten we waarschijnlijk al op 25% van de game. Maar goed, zo werkt dus de game, zo gaat het de hele game lang door. Je gaat gewoon steeds naar de hoofdstad, zo kan je het noemen. Kijk, we moeten naar verschillende locaties. We gaan eerst naar links om die underground missie te doen. Om die medicijnen op te pakken. En dan gaan we in plaats van naar de rode locatie, gaan we naar de blauwe locatie. Want dat is die manier hoe we het voor Joseph moeten doen. En dan hoeven we niet naar die oase toe. En als we nou toch naar die oase toe moeten, dan hoort dat gewoon helemaal bij de missie. Maar goed, dat zien we dan wel weer. We gaan dus gewoon als allereerste naar de gele markering om de medicijnen op te halen. En daar hebben we waarschijnlijk ook weer een dik gevecht. Want die dudes, die zijn het aan het aanvallen op dit moment. En hier hebben we ook gewoon enemies opeens. What the fuck, het wordt lekker druk hier. Nog eentje hier. Huppakee, bam, aangereden. Ik hoop niet dat ze me al te lang blijven achtervolgen, want ik moet nog helemaal naar links hier. Oké, nice. We zijn aangekomen op locatie. En bam, een zebra op mijn motorkap. What the fuck. Oh shit, het is hier chaos. Granata, over hier. Molotov, over daar. Molotov. Ze blijven ook gewoon doorknallen, hè. Kijk, ik gooi gewoon wat molotovs en op een gegeven moment brandt alles af. En ik heb ook een aantal granaten erin gegooid, dus het komt waarschijnlijk wel goed. Oké, ik heb geen ammo nodig. Hallo, dudes. Granata, over hier. Bam, double kill. Granata. Bam! Wow, shit, check hem vliegen dan. En die gast is ook dood. Ach, best nice eigenlijk. Bam! Oh, jij bent niet dood. Jij kan weer tegen een shotgun natuurlijk van 1 meter afstand. Nee, is goed. You've just unlocked an underground location. Nice!
Oh, kijk die bitches rennen, joh. Denk ik een beetje pijn. Tjaka! Je bent dood. Oké, nice. Dit was nog best snel gedaan als je zag wat voor chaos het was. Dan staat die mooie grasmaaier voor de deur, maar dat hebben we allemaal niet nodig. We gaan naar binnen. Voor de medicijnen. Yo! Come in. You certainly took care of those animals. And you brought travel papers. You can deliver them yourself. Come in. Oké, dus we geven de travel papers aan hem en hij geeft ons in plaats daarvan medicijnen. You have travel documents? It is for these little ones we do all this. Godspeed. Thank you well, man. Mission completed. Oh fuck, nog steeds ontploffingen. Oh, er staat hier gewoon opeens een enemy. What the fuck was hij aan het doen? Maar ik had hem wel in één keer mooi een shotgun eventjes in zijn ogen geschoten, joh. Een shotgun ook. Ik schiet shotguns. Nee, ik bedoel gewoon die kogel in zijn oog. En dat is waarschijnlijk ook waarom hij dood ging op zo'n grote afstand. Ik had gewoon hoog gericht, dus dan komen de bullets recht in zijn keel, jongen. Ja, dat overleef je niet. Oké, nice. Geen enemies meer, dus we pakken de auto en gaan richting de blauwe markering nu. Om waarschijnlijk voor Joseph die king, of wat noemde hij hem, prince of zo te killen. Dus we moeten gewoon een koning of een prins killen. En dat is best wel vet. En daarvoor moeten we hier naar links. Ik zag op het bord staan fort. Dus waarschijnlijk moeten we ook nog naar een heel grote locatie. Ja, kijk eens op de minimap. Staat ook gewoon fort. Ik ben benieuwd wat we daar gaan aantreffen, jongens. Maar we hebben in ieder geval een hele dikke gun bij ons. Die 50 caliber sniper rifle. Die is wel echt sick. Ik heb nu opeens zo'n dubstep nummer in mijn hoofd van UK. 50 caliber round. Ja, dubstep, jongen. Echt oude dubstep. Echt uit 2010 of zo. Fucking awesome. Maar goed, 2009 kan ook. 2008 kan ook. We zijn bijna, kijk, als je daar nou naar rechts gaat, kom je bij die oasis uit, maar dat gaan we niet doen. En oh fuck, enemies blijft ook gewoon maar doorgaan. Ik denk dat we deze safe house gaan overnemen, want er komen hier zoveel enemies dat ik beter eventjes zekerheid wil. Oké, granata, obligeer. Oh, shotgun, ook nice. Nice, double kill. En ik heb ook in één keer het gewoon overgenomen. Oh fuck, schiet ik me net over zijn hoofd heen omdat hij bukt, die bitch. Chaka! Zo, jij bent ook dood. Nice. Die Chaka er ook bij, dat maakt het nog gayer dan het al is. Even kijken of hier diamanten in de buurt zijn. Nope. Daarachter zat wel een pad, dus u weet als we het pad volgen dan krijg je een diamant. Maar dat hebben we helemaal niet nodig, we moeten naar het fort toe. Dus fuck de diamant. Ik hoor allemaal ontploffingen buiten, dit kan nooit goed zijn. Oké, we gaan eventjes snel een save maken voor de zekerheid. Hebben we dat ook gedaan. En mochten jullie nou echt dingen op de achtergrond horen, is het gewoon alles wat buiten is, want... Het raam staat open, zoals jullie weten. En nog, jongen, ik drijf hier bijna weg. Ik kan zo wat zwemmen in mijn kamer. Zo bloedheet is het hier. Het is echt telkens gewoon bijkomen in zo'n laadscherm of zo'n safe scherm. Dan zit ik echt in mijn kamer zo van... Oh, bloedheet. Ik hoor de ontploffingen, maar ik zie geen enemies. Het kan ook die auto's zijn die ontploften. Oké, we moeten dus naar de blauwe locatie. Die is echt heel erg dichtbij. Dus we gaan hier het bochtje om als het goed is met die auto. En dan komen we uit bij het fort. Waar we gaan ownen met onze 50 caliber round. Ja jongens, ik zal het nummer wel in de beschrijving zetten. En dan weten jullie waar ik het over heb. Als ik dus dat nummer hoor... Of als ik de zin 50 caliber sniper rifle uitspreek, denk ik meteen aan het dubstep nummer. Ik ga het echt in de beschrijving zetten, want het is echt een sick nummer als je van dubstep houdt. Oké, kijk hoe dik deze sniper is en kijk hoe groot het fort is. We gaan deze gast ook gewoon ownen, fuck hem. Bam! En het is ook geen bolt action rifle, want zoals jullie zien hoef ik niet na elke schot te herladen. Oké, ik heb al 2 scouts hebben we gekillt, want er zijn daar 2 torens en we hebben al 2 belangrijke dudes hebben we al gekillt.
Dat zijn zeg maar van die gasten die jou dan kunnen spotten op zo'n afstand. Daar staan wel... Kijk, daar staat ammo. Kijk, en nou ontploft alles. Dat is best wel nice. Afleidingsmanoeuvre, jongens. Ja, ja. Techniek ook nog hier. Oké, hier is het pad omhoog. En wat zag ik? Ik zag een diamant. Waar is de diamant? Oh, de diamant is hier. Maar hier rechts voor onze neus staat een berg. Dus dat is totaal niet handig. Even kijken of hier misschien een poortje is ofzo. Nee. What the fuck? Hier kan je totaal niet komen. En waarschijnlijk ligt dan dat stukje... Of ligt dat... Ja, die diamant ligt dan op de berg. Dus dan kan je daar totaal niet komen te voet. Dus dat moeten we dan later doen. Maar goed, ik weet in ieder geval nu dat daar een diamant ligt. Vlakbij het fort. Het is echt een vette locatie. Zo'n fort gebouwd tegen zo'n berg aan. En wij komen daar aan op zo'n zandpad met een dikke sniper in onze hand. Maar goed, we hebben ze wel al wakker gemaakt. Hè? Dus ze weten dat er iemand aankomt. Want ik heb ook gewoon op die ammo geschoten. En dat zorgde voor een hele ontploffing. Oh kijk, ze hebben hem ook gewoon al door, die bitches. Granata, officier. Bam! Vanaf waar nog meer? Bam! Recht in zijn hoofd. Ouch. Het hele fort is gewoon van de APR, terwijl we ook gewoon soms voor de APR werken. Dus het is echt heel raar eigenlijk hoe neutraal je bent. Waar de fuck is die dude? Oh shit, hier is er ook opeens een. Bam, shotgun tegen je kop aan. Weer zeg ik shotgun tegen je kop. Kogels tegen je kop. Klootzak. En we gaan door, en we gaan door, en we gaan door. Wat een acties. Acties, reacties. Blam. Waar? Oh, hier naast me zeker. Oh, fuck. Mijn sniper jammed weer. Joepie. Net nieuw en hij jammed nu alweer. Heb ik hem al gehit? Nou wel. Dat wilde ik al net doen, maar toen jammde mijn sniper helaas. Hier is niks bijzonders, er zijn ook geen enemies, dus we gaan maar gewoon het... Oh shit! Bam! Het klinkt zo droog, al die geluiden, jongen. Vanaf waar zal het komen, hè? Oh, daarachter helemaal. Bam! Oké, die is ook dood. En hij loopt net weer naar beneden. Wat een bitch is het ook. Oh god, we net missen. Nou loopt... Oh! Waarom? Waarom moet je nou naar rechts lopen dan? Hij blijft ook zo fucking droog stilstaan daar. Zo van, yo, hallo, ik loop van een trap af. Oh, dit helpt weer niet natuurlijk. Joepie. Oh, vanaf daar ook. Handig, rent hij weer naar binnen. Wat de fuck zijn al die enemies nou aan het doen? Schiet me gewoon dood of laat je kop zien. Oké, nice. Die is dood. Die is ook dood. Nou, hij nog. Hij komt ook steeds naar buiten opeens. Hebben we hem weer? Wat de fuck is hij nou aan het doen? Is hij nou dood? Huh? Had ik hem nou gehit of niet? Ik weet het niet. Ik zag het ook niet meer. Nou, we zetten dit wel gewoon in de fik hoor. Fuck hun allemaal. Dat brandt langzaam af, want het gras is natuurlijk hartstikke droog. Oh, kijk, hier hebben we hem staan. Bam! Hehe. Eindelijk dood. En nou, op weg naar de prins. Waar hebben we de prins? Het is in dit gebouw. Het middelste gebouw.
Oké, laten we de prins aanvallen. Hallo prins, Ching Chung Long, ik heb je ring nodig, man. Was dit hem? Oh, dat was snel. Nice, een gouden ring. Moeten we saven? Ja, we doen wel gewoon eventjes een save. Gewoon eroverheen, zodat als we doodgaan, we gewoon hier terugspannen en ik niet alles opnieuw moet doen. Dus we hebben eventjes nu een save gemaakt. Pittig cool. En ik zweet langzaam mijn kamer uit. Tering. Oh, het is zo warm. Jullie hebben geen idee hoe warm ik het heb als jullie dit nu kijken. Het is bijna net zo warm als het daar is gewoon. Alleen zitten we nu in Nederland en niet in Afrika. Oh, we worden weer gebeld. Hallo meneer. If you have ring, meet us back at Lakeside. Hey, kijk, daar is dat huisje. Daar is waarschijnlijk ook die diamant die we net zagen. Alleen moeten we hier een hele gevaarlijke jackass jump doen. Oh shit, oh shit. Oh shit, het gaat net goed. Ah, help. Dat ging echt net goed. Anders was ik gewoon weer ertussen en dan was het weer over en uit. Dan had ik dus wel wat aan die save gehad die we net hebben gedaan. Oké, de jump is gelukt. En nu zo snel mogelijk naar het huisje toe. Diamant oppakken. En dan Joseph ontmoeten bij Lakeside. Nog wat. Kijk, hier was dus de diamant. En dit is diamant. Eventjes kijken. 28 van de 221. Nice. Oké, we moeten niet al te ver terug, gelukkig. Daar ben ik wel blij mee. Meet Prince. Oké, we moeten hier dus alsnog naar beneden. We hebben die auto nodig die we daarnet hebben achtergelaten. Daar beneden, beneden aan het bergje. We rijden achteruit en dan gaan we gewoon helemaal weer het pad terug naar de missie toe. Onze safe house van net. Juist, dit gaat wel lekker soepel joh. Oh ja, tuurlijk zit ik nog vast ook, dat meen je niet. Fucking hell. Ik denk ik neem leuk een afsnijroute en ondertussen zit gewoon mijn auto vast. Nou, lekker afgesneden, joh. Nou, dan moeten we dus helemaal daarheen rennen. Voor de eerstvolgende outpost om dan de auto weer op te kunnen pakken. Als we dan de auto hebben, rijden we naar de blauwe markering toe. Geven we de ring aan de zoon van die koning. Die prins dus. Hier hebben we opeens held. Daar heb ik niks aan. En dan is het einde van part 10. Hebben jullie weer een part gekregen van 40 minuten lang Far Cry 2 gameplay. Die ik heb opgenomen in de bloedhitte op mijn zolderkamer. Ik hou het bijna niet uit. Ik plak overal. Ik heb het bloedheet. Dus alsjeblieft, geef die like. Geef een beetje respect, jongens. En snap ook dat ik niet al te veel zal uploaden deze vakantie. Als het zo door blijft gaan qua weer, gaat het regenen, krijgen jullie weer meer parts. Anders niet. En terwijl wij hier deze gast aan het ownen zijn, loopt op de achtergrond mijn buurman langs met een winkelkarretje, mocht je dat horen in de video. Fuck. Blam! Oh shit, jamt hij weer, anders was hij raar. Oh shit, malaria aanval. Nice. Oh, no scope en malaria pil innemen. Ook die noscope nog eventjes. Oh nee, ik krijg last van malaria. Eerst even noscopen. Nice, guardpost. Post, lol, ik las het wel heel Nederlands voor. De guardpost is gescout. Dan pakken we eventjes zo snel mogelijk een voertuig. Gaan naar de blauwe... Oh, what the fuck, nog een enemy. Blijf doorgaan. Sterf, dude.
En nog een auto. What the fuck, man? Ik dacht al, hoe kan het nou een auto zijn? Maar dat is gewoon een gast bij die light machine gun daar. Oké, okay, nou eindelijk met de vrachtwagen naar de blauwe markering. Ik word er helemaal gek van, joh, al die enemies. Oké, okay, dan moeten we langs die underground locatie. Ik hoop niet dat daar ook weer enemies zijn, want dan ga ik echt gillen. Oké, okay, nice. Moeten we hier omhoog. En dan komen we eindelijk uit bij de safe house waar Joseph staat te wachten samen met meneer Prince. Alleen hebben we hier weer heel veel enemies die gewoon bij een outpost aan het chillen. En alsjeblieft, volg me niet, klootzakken. Toch word ik gehit, hè. Ik zit gewoon in een hele beschutte vrachtwagen, toch word ik gehit. Oké, okay, nice. Naar binnen. Hallo. Send your friend to the Oasis. This is a private matter. Alsjeblieft, meneer. Oké, okay, doen we eventjes die coole save natuurlijk. Dan hoeven we niet meer te save in deze save files als we nu gewoon de missie hebben gesaved. Ik ben benieuwd wat hij nog te vertellen heeft, want ik heb hem nu zijn ring gegeven. Ik ben heel apart. This means to me. I want to thank you for your kind efforts. Please accept one of my vehicles as my gift. One of your vehicles? Oké. Okay. Coole bril, man. Nice, ik wil ook zo rijk uitzien in een burgeroorlog. A word of advice. Do not come after me. I am much stronger than my father was. Nou, dat is alweer gebleken. Dat jij een stuk sterker bent dan je vader. Want je vader ligt nu ergens dood te gaan. In een kamertje. Dit voertuig is blijkbaar van hem, maar ik hoor enemies. Waar de fuck zijn jullie enemies? Dan kan ik er eventjes een cool explosief einde van de part van maken. Oké, hij is dood. Oké, die is ook dood. Nice, laten we nu eventjes naar het voertuig kijken wat hij ons heeft gegeven. Of zijn er nog meer enemies? Nee, zijn niet nog meer enemies. Enemies, godsamme, dat is moeilijk. Kijk nou, gewoon een zwart met gouden jeep. Van meneer Prinsman gekregen. Joepie, ik heb nu een zwart met gouden jeep die ik nooit ga gebruiken, want hij is totaal niet handig. Nice. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze port, jongens. Dit was port 10. Daar loopt nog een enemy die ik ga spotten. Die ik probeer te snipen. Ja, nee. Nou goed, terwijl ik deze gast ga proberen te snipen. Bedankt jullie voor het kijken naar deze port, jongens. Waarom gaat deze boy niet dood? Hij is eindelijk dood. Dit was port 10. Vergeet niet te liken. Luister goed naar wat ik heb gezegd. Het is bloedheet. Geniet van het weer en wacht niet op video's. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Check Facebook, Twitter en Instagram. En dan spreek ik jullie gasten later. 50 caliber round.